Jeroen, ik word nu opgepakt. Ik word van de snelweg getrokken door twee busjes. Goedendag mevrouw. Hoi, goeiedag meneer. Wil je de auto uitzetten alsjeblieft? De auto uitzetten? Ja, kom. Wil je even legitimeren? Wat zei je? Wil je legitimeren? Ja, ik wil even van u vragen. Ja? U bent bij deze aangehouden. Waarvoor? Overtreden van schorsende voorwaarden. Dat kan niet, dat heb ik niet gedaan. Bij deze? Allemaal even wel. Willen jullie hier wel even legitimeren? Dit is wederom een overtreding van de politie. Ik heb het lijstje wordt aardig groot. Zet me niet. Dus het inzetten van handen. Nee, heeft u hier nog iets van wapens geschreven voor hebben? Maar... Nee, natuurlijk niet. Tot ziens. Doe liever, ik ga. Ja, daar klopt niks van, dat is nepnieuws. Welkom in Podcast, alleen op locatie. In de studio met, van Willem en met Willem. Kijk, dan komt hij in mijn beeld. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Zo. Hi. Welkom. Dankjewel. Ik ga jou interviewen. Eerste vraag. Ben jij net zo vrij nu als ik? Bijna net zo vrij. We hebben volgende week nog een hoger beroep. Of een beroep tegen die gevangenhouding. En als die eraf is, dan ben ik weer net zo vrij. Mag je zeggen wat je wil zeggen of ligt er een beperking op wat je kan zeggen tegen mij? Nee, er liggen geen beperkingen op, maar ik lig wel onder een vergrootglas. Oké, nou, dan welkom terug. ik wil met jou praten over de afgelopen paar dagen. Want wat vooraf ging, mensen weten dat. Maar samengevat, je werd opgepakt ineens voor opruiing. En dan dacht je, wacht eens eventjes, daar heb ik een rechtszaak over. Dat hoef je niks voor te doen, dat gaat dan vanzelf goed. Nee, maar dit was een andere zaak voor opruiing of zo. En, ja. Heel bijzonder. Ja, ik was oprecht verbaasd. Ik snapte niet wat er gebeurde. En toen ik op het bureau kwam, toen werd het me duidelijk. Ja. Dit gaat over de aangifte van... Ik zag je en je was wel verbaasd. Maar je weet ook dat dit in de lucht hangt of zo. In die zin zag het er niet oprecht verbaasd uit. Ja, wel zoiets. Huh? Er is geen aanleiding. Wat is dan de aanleiding van dit of zo? Nou, laat ik dan zo zeggen. Ik was verbaasd dat het OM dit heeft aangedurfd. Ja. Met zo'n zwakke zaak. Er zo hoog van de toren blazen. En tot twee keer toe, bleek uiteindelijk. Die verbazing was wel oprecht hoor. Oké, je hebt afgelopen zondag ging je naar een demonstratie. Je werd van de weg geplukt. Althans, ja, in mijn woorden dan maar. Mensen zeggen, het is gewoon een bordje stop, volg politie. Als je te hard rijdt, krijg je dat ook. Nou nee, maar... we werden gesandwiched door meerdere politie. Precies, er waren twee busjes in de beelden. En dat is wel iets anders. Mijn vraag aan jou is, je hebt... Als je uit de gevangenis gaat, dan had je een aantal voorwaarden. Daar gaan we ook over spreken. Voorwaarde 5 was, Willem mag niet op social media. Maar er stonden ook voorwaarden in van, als we je vragen, dan moet je braaf naar het bureau komen. Ja, en dat maakt het natuurlijk heel interessant. Als het al een voorwaarde is, waarom hebben ze dan niet gevraagd of ik eventjes naar het bureau wilde komen? Nou, dat is mijn vraag aan jou. Is dat te sprake gekomen vandaag? Sterker nog, dat is zeker te sprake gekomen vandaag. Maar mijn advocaat, Marco Ruperti, die heeft meerdere keren contact opgenomen met het OM. Donderdag en vrijdag. En vrijdag hebben we dat beroep ingesteld. Waar het OM natuurlijk ook dan van op de hoogte is. Kennelijk was de officier van justitie die op mijn zaak zat alweer gewisseld. Moest er weer bij een andere zijn. Maar er lag dus een verzoek tot overleg hoe wij die... beperking, die nummer 5, dan zouden moeten opvatten. Omdat die nu zo breed was. Dit was absoluut niet wat we hadden besproken tijdens de zitting, maar er werd wel net gedaan in de berichtgeving over die eerste raadkamer, alsof ik dit zelf had aangeboden. Maar dat is niet het geval. Volgens mij is het terecht wat mensen hebben gezegd. Ook al heb je het aangeboden, het gaat niet om wat iemand die gevangen is genomen, biedt alles aan om vrij te komen of zo. Dat is niet relevant. Het gaat erom wat op wordt gelegd. Ja. Maar als je de deur uitloopt, moet je dan een handtekening zetten onder iets? Dus ze zeggen, dit zijn de voorwaarden, deze voorwaarden tellen. Ja. En je hoeft niet te zeggen, is oké. Nee, het is geen overeenkomst of zo. Nee, dat vraag ik me af hoe dat werkt. Oké. Dan naar de zitting van vandaag. Voorafgaand zei jouw advocaat, Willem wilde ter zitting ook nog wat zeggen. Nou, dat is niet, verrast niet of zo, jij wil altijd wel wat zeggen. Ja. Maar wat was jouw verzoek aan je advocaat? Wat wilde jij in die rechtszaak? Wat was voor jou belangrijk om te zeggen? Er waren een paar dingen. Ik wilde duidelijk maken dat... zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank eigenlijk niet goed door hadden wat social media is. Dus ik wil het voor de kijkers nog een keer uitleggen. Je hebt internet 1.0, dat gaat over websites.
En je hebt berichtendiensten. En daartussen zit internet 2.0. En dat gaat over social media, oftewel voorgeprogrammeerde platforms. En daar hebben we in de Verenigde Staten een eindeloze discussie over, de platform or publisher discussie. Dus wat er meestal wordt aangehouden, is het openbaar toegankelijk? Is er een discussie mogelijk waarbij gebruikers kunnen reageren op elkaar? Maar de belangrijkste is eigenlijk, wie plaatst het eerste bericht? Is er een redactie aanwezig of kan iedereen plaatsen? Nou, en dan kom je bijvoorbeeld bij een... Oké, stop maar. Want hier staat gewoon in een officieel stuk, ook hoef je je handtekening niet te zetten. Willem Engel mag niet op social media. Nee, dat staat er niet. Er staat, de verdachte onthoudt zich van uitingen op social media. Ja. En dan hebben we het stukje verdachte. Ben ik dat? Of ben ik dat ook in de hoedanigheid als mijn bedrijf? Of ben ik dat ook in de hoedanigheid als voorzitter van Viruswaarheid, daarmee heel Viruswaarheid? Dus die is al niet duidelijk. Ja. Ik heb hem opgevat, dat ben ik persoonlijk. Het gaat over mijn persoonlijke social media accounts. Nou, dan hebben we dat verhaal dus over social media. Maar ook die uitingen is niet helemaal helder. Gaat het over dat ik geen hartjes mag sturen? Gaat het over dat ik geen foto's mag plaatsen? Geen tekst mag plaatsen? Geen video, geen audio? En misschien bedoelden ze alles, maar dan moet je wel specifiek. Zo pakte ik hem. Willem Engel, deze, die je kan aanraken, mag ook niet op hartje klikken. Ja. En mag zich niet uiten. Volgens mij mag je je wel laten interviewen zoals we dat nu doen. En nu mag het sowieso, want die voorwaarde 5 is vervallen. Maar mocht je dat wel. Alleen jij opende die wel eens hallo, ja, ik ben er weer. En leuk dat jullie er ook zijn. En dat is een interactie. En daar maakte ik me zorgen over, want daar vallen ze over. Was niet zo. Ze vielen erover dat Viruswaarheid dat wel eens gesprek postte. Dat kwam pas ter 11e uur op de zitting. Want ze roken al dat hun eerste aanname mank ging. Namelijk dat Weltschmerz zelf social media is. Dus ze hebben het gegooid op van ja, maar oké, vooruit. Maar jullie hebben het ook geplaatst. Jij hebt het geplaatst. Nee, ik heb gezegd van ja, maar ik heb niks geplaatst. Ik heb daar een interview op genomen. Toen ben ik naar een boekbespreking in Amsterdam gegaan. En om 10:00 s'avonds kwam ik thuis en zag ik dat die aflevering online stond. Ja, ze wurmen zich in bochten. Ze wringen zich in bochten, daar lijkt het op. Die zitting, daar gaan we naar terug vandaag. Mm-hmm. Hij duurde lang, heb ik me laten vertellen. Ik was er niet zelf bij. Iemand was er namens podcast bij. Ja, voor jou, dit heb je niet zo vaak meegemaakt. Maar meestal is dat met een kwartiertje, half uurtje klaar. Deze duurde langer. Ik denk een half uur, max. Valt mee dan. Ja. Hij werd geschorst, dat is ongebruikelijk. Nou, omdat ze direct uitspraak wilden doen. Ze wilden mij zo snel mogelijk weer op straat hebben. Het was duidelijk dat ze, of dat in ieder geval die rechter zoiets had van, hier moet ik even corrigeren. Even bij elkaar komen, we gaan het zo en zo en zo doen. Oké. Ja, dat is mijn vraag. Met wie praat de rechter dan? Nou, het was een driehoofdige kamer weer. Dat is ook opvallend. Hè? Ja. Normaal doen ze dat gewoon af met de politierechter. Maar nu hadden we dus 5 mensen voor ons zitten. Links de officier van justitie. Rechts de 4 en in het midden 3 rechters. Oké. En die hebben dus beraad gepleegd met z'n vieren. Want daar mag de officier dan weer niet bij zijn. En dat duurde denk ik een half uur. Dus ik denk dat ze van tevoren al best goed wisten hoe en wat ze wilden. En dat liet de rechter ook een beetje merken door te openen met, heeft iedereen de Volkskrant gelezen? Refererend naar het artikel van Willem Jebbink, die daar een mooi betoog had over de vrijheid van meningsuiting. Ja, nee, zeker. Dat was aangename om te lezen, een aangename verrassing bijna, zeg maar, dat de Volkskrant dat doet. Oké, ik wist niet dat het een meervoudige kamer is. Dus in mijn achterdocht dacht ik, gaat de rechter nou met de officier van justitie overleggen? Dat zou raar zijn. Dat zou een vraag zijn naar jou, bij deze opgehelderd. Ja. Oké, je advocaat komt naar buiten, er is een schorsing. Ik denk dat mijn advocaat een hele principiële zaak ervan maakte. Van dit gaat over de vrijheid van meningsuiting. En ik heb het vooral gehad over, in mijn ogen, alle misdrijven die het OM heeft gepleegd. De jacht die al sinds oktober 2020 op mij wordt gemaakt. Dit was de 4e arrestatie. Altijd met handboeien, altijd met veel intimidatie. Gelukkig nooit met geweld, maar dat komt omdat ik me totaal niet verzet. Het is wel al, die tweede keer werd het duidelijk uitgelokt. Dat was in Hilversum. Dus daar probeerde ik het over te hebben, maar toen greep de rechter in en zei van nee, ik wil het alleen hebben over de schorsingsgronden en of die overtreden zijn. Toen heb ik nog wel gerefereerd naar dat het heel opmerkelijk is dat de officier van justitie is gewisseld. Dat de officier van justitie die eigenlijk op de zaak zat, gegevens heeft doorgegeven aan iemand die een dader is ten opzichte van mij. Namelijk Norbert Dikkeboom is een belager, zoals het heet.
een stalker. En het OM heeft hem dus gevoed met alle informatie waarbij hij is gaan stalken. En dat is wel een hele bijzondere omstandigheid natuurlijk. Dat is wel besproken vandaag. Dat is ook besproken, ja. En daar hield de rechter jou niet kort. Van nou meneer Engel, dat doet u maar in een andere zitting, niet in die van mij. Dat gebeurt klopt. Niet. Nee, daar kon ik het echt mijn woordje over doen. Ja. Okay. En ook over de strafvordering 126G. Dat is intensieve observatie. Nou, we zien nu waar dat toe leidt. Als ik ook in een auto van iemand anders zit, dan wordt dat genoteerd. En daar vroeg ik me ook af van, ja, maar waar zijn we nu hier helemaal mee bezig? En is dat de enige? Of is er ook, wordt er afgeluisterd, wordt er geïnfiltreerd, wordt er uitgelokt? Dat die 126 wordt gebruikt, is wel een enorme overshoot ook. Die vind ik eigenlijk nog veel intimiderender dan een politieagent die zijn handboeien gebruikt. Nou, dat is... Ja, werkt het? Ben je nu meer geïntimideerd dan 2 weken, dan 3 weken? Het is alweer een tijdje al voorbij. Dan voordat je voor het eerst gearresteerd werd? Want je wist dat dit gebeurt. Alleen nu heb je het ervaren. Ja, maar ik ben echt oprecht verbaasd over wat voor een overshoot er is geweest aan bevoegdheden inzetten zonder juridische grondslag. In december interviewde ik jou. Er was net die aangifte gedaan door Dikke Boom tegen jou. En zei ik, luister, jij ligt op een vergrootglas. Je gaat de gevangenis in, linksom of rechtsom. Als je door blijft praten, je moet stilgemaakt worden. En ja hoor, Rico kreeg gelijk. Ja. Nu heb je dit allemaal aan de lijve ondervonden. Dat voelt toch anders dan? Ja, maar had ik het anders gedaan? Nee, voelt het anders? Dat is het enige. Ja, nou ja, het voelt wel anders. Ik moet eerlijk toegeven dat op deze intimiderende manier wordt vastgezet. Rechteloos wordt gemaakt. Daar komt het eigenlijk om neer. Voornamelijk geïsoleerd gevangen heb gezeten. In totaal was het nu, plus deze 3 dagen, is het bijna 18 dagen gevangenschap. Ja. Dat is heel vreemd. Zeker als je zo overtuigd bent van je schuld. Dan is het, of van je onschuld. Dan is het... Daar gaat Dikke Boom mee aan de haal, denk ik. Weet je niet? Nee, maar dan is het heel... Het vergt wel wat om rustig te blijven en om het te ondergaan, het te accepteren. Nou, de reden dat ik nu zo 's avonds naar jou toe rijd in Rotterdam is omdat je dat doet. Je uit je echt altijd netjes en correct. En je zoekt wel de grenzen op van, wacht even, niet van wat legaal is of niet legaal. Je bent alleen maar legaal bezig in mijn optiek. Maar wel, ja, ik kan me voorstellen dat de powers that be in Nederland jou irritant vinden. En tot het punt dat ze denken, wacht even, doe eens wat aan die engel. Ja. Nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook aan het prikken geweest. Ik heb ook geprobeerd een publiek debat te forceren. Dus dat hoort ook bij het publieke debat, vind ik. To shock, offend and disturb. Daar gaat de vrijheid van meningsuiting over. En als het alleen maar gaat over de ander prikken om hem te pijnigen of te intimideren, ja, dan kom je op de grens van het strafbare. Maar het is evident... als activist dat met een reden gebeurt, namelijk onrecht aan de kaak stellen. Je bent niet de enige die prikt en shockt en offent. Dikke Boom hostte een Twitter live afgelopen zondagavond en zegt daar dat hij overtuigd was dat jij 90 dagen de cel in zou gaan. En er werd gesproken over jou als door mensen die meedoen in die live. Van nou, kunnen wij ook iets doen? Kunnen we iets helpen? Kunnen we helpen om die engel weer in de gevangenis te krijgen? En hij zegt dat er 4 digitale en 4 technische rechercheurs op jou zaten sinds 15 januari. Nou, wist ik dat niet. Is dat voor jou nieuwe informatie? Nou, ik wist niet dat het er 4 waren. Dikke Boom wel, of althans, ja. Dat zegt hij. Ja, en dat bedoel ik dus met dat er zoveel informatie met een dader is gedeeld ten opzichte van een slachtoffer. Dat is dat daar alleen al om die reden is deze zaak niet meer ontvankelijk. Ja, en het gaat verder, want dat zegt iets over... Ja. Onafhankelijkheid van de rechtspraak in Nederland. Ja. Oh, in die zaak van vandaag. Betoogde het Openbaar Ministerie dat het mediaverbod van jou nog steeds nodig is? Nee, hebben ze niet betoogd. Waarom zitten jullie daar dan? Dan kan je toch gewoon weg? Of? Het enige wat de officier heeft betoogd is dat het wel een overtreding was van die 5e voorwaarde. Maar ja, okay. Ze hebben dus niet betoogd dat het... nodig was en ze hebben zich ook niet tegen verzet, want ze hebben geen beroep aangetekend. En één ding dan in verdediging van het Openbaar Ministerie, hoe gek het ook klinkt, zij zijn niet degene die die voorwaarden hebben opgelegd. Dat is een initiatief geweest van de vorige raadkamer.
Het OM heeft niet een speciale voorwaarde geëist in de vorige zitting. Dit is echt op initiatief van de rechters geweest. Waren dat er ook drie? Er ook drie. Nou, een belangrijk mannetje. Dat is toch niet gebruikelijk of zo? Nou, misschien wel voor opruiming. Dat zou kunnen. Nee, ik denk dat het toch gaat over de maatschappelijke discussie dat ze dan het met z'n drieën willen doen. Je had een schorsing. Die duurde ook lang, heb ik me laten vertellen. Ja, wat is lang? Geen idee. Die rechters overleggen met elkaar. Een half uur, denk ik. Ik denk dat allebei een half uur duurde. Ja. Ja. Nou, het was niet heel ingewikkeld om over te beslissen, denk ik. Nee, maar ik denk dat ze wel ermee zaten hoe ze dat dan aankleden. Want Robert die had natuurlijk op drie gronden. Eerst niet ontvankelijk, daarna niet toewijzen. En als ze toch wordt toegewezen, op nieuwe schorsing aanvragen. Dus ze moesten op drie punten beslissen. En wat ik wel echt bewonderenswaardig vond van de rechter, want daar heb ik het ook nog over gehad in mijn spreektijd, is dat ik heel weinig vertrouwen had in de raadkamer, omdat de vorige raadkamer het hele dossier of de beslissing, het besluit had gelekt naar de pers voordat het naar de advocaat was gegaan. En dat ze ook selectief waren geweest in wat ze hadden medegedeeld over de discussie over die speciale voorwaarden. Ja, en dat is een bepaalde vorm van partijdigheid natuurlijk. Hoe reageren die rechters daar dan op vandaag? Ze hebben het aangehoord en ik had het gevoel dat misschien wel mee heeft gespeeld, waardoor er bij de uitspraak Dorien bij mocht zijn en ook een paar mensen van de pers. Dus daarmee was de openbaarheid gegarandeerd en ik heb dat wel gewaardeerd, ja. Oh ja, nou de reden dat ik niet helemaal vanuit Almere vanmiddag hier naartoe ben gereden is van ja, ik mag er toch niet bij. Ja, maar bij de uitspraak mocht het dus wel. Ja, en Dorien, je vriendin ook. Dat is ook ongebruikelijk, maar dat is vanwege die reden dan. Ja. Oké, je had het over media. Hoe ervaarde jij de media afgelopen maand en specifiek vandaag? Ik heb heel veel binnen gezeten. Ik heb nog niet alles meegekregen. We hebben twee interviews gedaan met jou, hè, vanuit de gevangenis. Ja, ja, maar dat was toch een beetje... Het was een beetje een monoloog. Ja, het was een beetje een monoloog. Ik heb geprobeerd het een beetje bij te lezen. Wat ik heb gezien is dat de media een beetje voorzichtig werd bij die eerste aanhouding. En die tweede aanhouding heeft een kantelpunt gegeven in de media. Die vonden dat dit de grens was. En ik sprak ook met iemand van het ANP na mijn vrijlating vandaag. En toen legde ik ook uit, van ja, terecht ook, want als dit... wel kon doorgaan, dan zou de pers zich echt ernstig zorgen moeten maken. Want, of je het nou over podcasts hebt, of Virus Waarheid, of Café Weltschmerz, dit zijn mediakanalen. En het gaat niet over dat we niet bij de NPO horen, het gaat erover dat wij informeren, dat wij aan de journalistiek doen. En als die stemmen gesmoord worden, ja, dan is de volgende die dissident is, die wordt er dan ook... Heb je het gevoel dat die boodschap landt dan, als je dat zo zegt tegen zo'n radiojournalist? Nog niet helemaal. Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Ik was bij een demonstratie voor het hoofdkantoor van, hoe heet dat nou, DNP, de mediabedrijf DPG, DPG in Amsterdam, op een dag waar een zitting van Assange was. En de vraag die dan gesteld werd aan de mensen die in en uitliepen, bent u journalist? Met een grote Assange-spandoek erachter. Nee, ik ben geen journalist. En de enkeling die zegt dat hij wel journalist is, in dat gebouw, hoofdkwartier van journalisten, zegt ja, ik ben journalist, maar ik ga niet over Assange hoor. Dus dan blijven ze zich helemaal afhangen. Dus de belangstelling voor monddood maken van collega's was niet heel groot daar die dag. Nee, het is opmerkelijk ook dat de ophef over nee, maar je kan niet met Navalny vergelijken of vergelijkt Willem Engels zich nou met Nelson Mandela. Dat soort dingen, het is in ieder geval ongemakkelijk voor ze. Omdat ze, denk ik, diep van binnen weten wat ze doen, niet zoveel met journalistiek te maken heeft. Ja, ze moeten aan de bak. Dat is het. Oh shit, we moeten ons werk gaan doen. We moeten nu echt journalist gaan worden. Het zijn broodschrijvers normaal die, ik noem het wel eens eksters. Ze kunnen het niet laten om een sappig of smeuig verhaal te plaatsen en emo-foto's te maken, clickbait. Ja, daar wordt voor betaald. Dat is het ding. Ja. Jij gaat in beroep, ik begon met... met de vraag, ben je vrij? Je zegt, nou, bijna net zo vrij. Bijna net zo vrij. Want er ligt wel iets op jou de komende 90 dagen wat niet op mij ligt. Wat ligt er precies op jou? En je gaat er ook tegen in beroep. Kan je dat vertellen? Ja, dat is een beetje technisch. Maar er is dus besloten tot 90 dagen gevangenhouding. En die 90 dagen die zijn geschorst. En dat is die schorsingsgrond. Dus je krijgt een soort voorwaardelijke straf als je die voorwaarden niet voldoet.
dan moet je alsnog gaan zitten. En de voorwaardelijke straf is eigenlijk na de uitspraak van de rechter, maar dit is voor de uitspraak van de rechter. Dat is opmerkelijk überhaupt bij een zaak van oprijding, dat is nog nooit gebeurd, denk ik. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat als het OM kwaad wil, me oppakt en een verhaal erbij verzint. Maar dat doen ze toch wel. Dus in die zin ben ik net zo vrij als jij. Op 13 juni sta jij voor de meervoudige kamer. Dus drie rechters weer. Ja. En dan gaat het in brede zin over opruiming, veronderstel ik. Maar mijn vraag is, weet je al waarvoor? Ja, wat zij zeggen, want 13 juni is de zaak eigenlijk de voortzetting van de arrestatie van 10 oktober 2020. En toen zijn wij onrechtmatig ingesloten. En zij zeggen, nee, dat is wel rechtmatig. We hebben daar allemaal bewijzen voor aangeleverd. Alle fouten die zijn gemaakt. De demonstratie is ontbonden, niet door de burgemeester, maar door iemand van het Openbaar Ministerie. De vordering is gedaan en daar is niet een kwartier gewacht. Is de vordering eigenlijk een noodbevel? Maar het belangrijkste is, ik heb opgeroepen tot het wandelen naar het stadhuis. En ook als je het verslag leest van het verhoor, dan zie je heel duidelijk dat het daarover gaat, van waarom riep je op tot wandelen? Ja, als wij worden gevorderd om van het plein weg te gaan, dan moeten wij van het plein weg. Dus ik heb iedereen opgeroepen om te wandelen. En dat vonden ze lastig, want dat was heel duidelijk niet de opruiming. Dat was eigenlijk hun aanvalsroute. En toen ben ik aangehouden op basis van artikel 132. Waarom ze 132 hebben gevraagd, weet ik niet. Misschien omdat ze het dan makkelijk snel voor de politierechter konden krijgen. En het niet naleven van een verordening. Beide zijn niet waar. En dat staat ik op video. En het meest bizarre is nog dat ze zelf met die laatste video het meest ontlastende bewijs hebben aangeleverd. Dat er inderdaad wordt opgeroepen bij die derde vordering, een totaal andere vordering, namelijk iedereen moet uit Den Haag weg, er mag niet gedemonstreerd worden, wat een hele andere vordering is dan van jullie moeten van het plein af. En 1 minuut daarna werd er ingesloten. En tijdens die insluiting heb ik me afgevraagd, wat is dit wel rechtmatig? Of zouden we nu dan mensen agenten onder burgerarrest moeten stellen, toch? En het staat ook zo in de dagvaarding, dus er is geen oproep gedaan. Er is een retorische vraag gesteld die iedereen die heeft gekeken en die daar aanwezig was, heeft begrepen dat het niet een oproep was tot burgerarrest. En dan kom je nog op het punt van, ja, maar is burgerarrest überhaupt strafbaar? Dat is niet een strafbaar feit. Dus de bokkensprongen die het OM probeert te maken van, ja, maar als je dat bij een agent doet, dan kan je verwachten dat hij zich verzet. En dan roep je dus op tot geweld. Maar dat is al een bokkensprong. Die is er later ingeplaatst. En dit was ook mijn verweer vorige week woensdag. Toen ik vroeg over van, ja, maar welk artikelnummer is het nu? Want jullie zeggen opruiming, maar er zijn er meerdere. Oh, 131, maar dan is die veranderd. Want het was 132. De dagvaarding heeft 132. Nou kan het wel zijn dat je artikelnummer kan veranderen. Maar wat er nu is gebeurd, is de grond is veranderd en het artikelnummer is veranderd. En daarmee is die zaak dus ook niet ontvankelijk. Nou ja, dat weet ik niet precies. Misschien kan het ook met een heel nieuw lijstje komen, want we hebben toch al een zitting de 13e. Ik weet niet hoe ruim dat is. Nee, daar mag niks meer aan worden toegevoegd. Dus deze twee zaken die mogen ook niet samen worden gevoegd. Ik hoorde jou in een voorgaand interview, net toen ik binnenkwam, refereren aan een voorval dat er oude tweets werden aangehaald. Ja. Lang geleden tweets. Is dat dan vandaag gebeurd? Wanneer is dat aangehaald? Nee, dat is dus bij de telastenlegging, wat is het, 16 maart ben ik opgepakt. Voor die aangifte en in de aangifte van Dikkeboom zitten ook tweets van 15 juni 2020. Ja. Dus dan hebben we het echt over een tijd geleden. Ook toen beheerde ik overigens dat Twitter-account niet eens zelf. Ja. Dus dat maakt het nog bijzonderder. Maar ik ben blij dat ze dat er wel bij hebben gehaald. En het punt is eigenlijk dat in die andere zaak wordt aangehaald van, ja, maar Engel mag niet demonstreren, want als Engel demonstreert, dan wordt het gewelddadig. Kijk maar naar 21 en 28 juni. Dus zij gebruiken nu 21 en 28 juni constant als excuus om te bewijzen dat er een bepaalde criminele verwachting is. Je bent al lang, en dat zijn mijn woorden, maar tot frustratie toe met Jeroen bezig om een inhoudelijk gesprek te voeren met een rechter. En dat komt er maar steeds niet van. Ja. En nu dan misschien in deze context over jezelf wel. Laten we het hopen. Vandaag was een goed begin in die zin. Ja. Want het gaat over hele fundamentele dingen. EVRM is ook al veel aangehaald, in de vorige zitting en deze zitting. De kern van onze rechtszaak is eigenlijk, waarom, als er nood is, wordt er niet gehandeld naar
artikel 15. Namelijk, dan roep je de noodtoestand af en dan meld je dat bij de secretaris-generaal van de Europese Commissie. Morgen komt Eldor vrij. Ja. Ja, een beetje een vergelijkbare zaak. Hij uit zich meer op het randje dan jij, zou ik maar zeggen. Ja, jij zeker. Maar wat ik bedoel met vergelijkbaar is dat hij ook voor opruiing wordt vastgehouden. Ook buiten heterdaad. Ook die schorsingsgronden die zeer beperkend waren. Want hij heeft zijn dossier online gezet en iets van gezegd van alle corrupte ambtenaren moeten berecht worden. En dat zou dan opruiming zijn en daarom is hij weer vastgezet. En volgens mij is dat denk ik met dezelfde gedachte van ja, maar als je dat niet kan doen, dan ben je dus mond. Dus in algemene zin is er een hoopvolle ontwikkeling in gang gezet vandaag, Willem? Dat zou wel kunnen. Laten we niet te vroeg juichen, want het OM zet nog wel door op de zaken opruiming. Maar om die rond te maken is natuurlijk niet heel makkelijk. En ik denk dat je, als je kijkt naar wat het echte doel is van het OM, zoals ik het interpreteer, dan gaat het ook niet om die veroordeling, maar het gaat over die weg ernaartoe om je zoveel mogelijk schade te berokkenen. Ja, nou, en stil te maken, monddood te maken. Met veel genoegen met jou gesproken vandaag. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Rusten ligt niet. Normaal maken is wat niet is normaal. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.